Bij de laatste ontwikkeling op het nummer 9, Luca de Sierri, vervangen door het nummer 25, Imanda Saki. Dames en heren, welkom op de persbabbel na de wedstrijd Waasland-Bever tegen Charleroi. Wedstrijd die geëindigd is op 3-1 voor Waasland-Bever, bij ons de twee coaches. Ik ga beginnen met de bezoekende coach. Meneer Daarde, uw mening over de wedstrijd alsjeblieft. Ja, ik zal het in beide talen doen als beste misschien. Hè. Donc, je vais faire en deux langues. Premièrement, le premier mi-temps on a complètement raté. De eerste helft hebben we volledig gemist. En cas de perte de bal, en cas de possession de ballon, zowel balbezit als balverlies. On savait que c'était pas si facile de contrer cette équipe de Waasland, la manière dont elle joue. On a travaillé ça hier et avant-hier à l'entraînement. We wisten goed dat we tegen moeilijke tegenstanders speelden, vooral de manier waarop ze spelen. En dat voeren ze heel goed uit. Hebben we twee dagen aan gewerkt. En als ik dan zie wat we de eerste helft op de mat gelegd hebben, ben ik beschaamd. Ze kon à montrer le premier mi-temps. Je ne connais pas exactement le mot en français. Il me manque. Oui. Oui. Et puis le deuxième mi-temps, je crois qu'on a vu une autre équipe, peut-être pas directement dès le début. Il nous fallait encore une fois un but, pour moi, stupide. Et je sais bien, Derek de l'autre côté, il va parler autrement.
Il ne faut pas être fâché sur les joueurs de Beveren quand ils n'ont pas sorti le ballon. On a eu l'occasion de le sortir quand Javi était blessé. Il ne faut pas parler, il ne faut pas être fâché. Il faut être plus malin. We moeten niet boos zijn op de spelers van Beveren. Zolang de scheidsrechter, dat is het reglement, niet fluit, gaat de wedstrijd door. En wij hebben de kans gehad om de wedstrijd om de bal buiten te schieten. Omdat een speler van ons op de grond lag. Dus dat geeft nog eens aan hoe onprofessioneel wij zijn. En dat is niet de eerste keer. Donc ça se confirme qu'on n'est pas si professionnel dans ces situations de jeu. En nadat de wissels gebeurd zijn, denk ik dat we 20, 25 minuten heel goed gespeeld hebben. Après les deux changements qu'on a fait, on a très bien joué. On a joué football, on a débordé, on a eu des centres, on a eu de tout. Et c'était trop tard, le 2-1, et puis Marc Le Troyen, le match est fini. En na de twee wissels zijn we goed in de wedstrijd gekomen met, denk ik, goed intijds voetbal. Over de flanken, veel voorzetten voor doel, we scoren. Maar helaas voor ons scoort Beveren uit een counter, schitterend derde doelpunt. Dat was de wedstrijd over. Maar ik ben enorm ontgoocheld over onze eerste helft. Je suis très déçu de ce qu'on a montré pendant les premiers 45 minutes. Ja. Vond je het een verdiende overwinning voor Waasland Beveren? Ik vond de overwinning van Waasland Beveren verdiend. Oui. Ja. Elle était méritée à cause du fait qu'on a vraiment raté le premier mi-temps. Et ils ont une bonne équipe. Ze hebben een heel goed elftal. Met een ploeg die hard werkt voor elkaar. Qui travaille, qui est très solidaire. Et qui va aller très loin. Die is heel hoog gaat eindigen. Ja. Dus daar, ik wens u nog heel veel succes in de rest van het seizoen. Dirk Gerard, uw mening over de wedstrijd, alsjeblieft. Het is zoals. Met één ding ben ik niet akkoord met Jos. En dat is dat. Allee, wel het akkoord, maar ik bedoel, de waardeverhouding tussen Waasland Beveren en Charleroi is op dit ogenblik geen 8 punten. Charleroi vind ik een zeer goed voetballend elftal. Die hebben ons pijn gedaan, 20, 25 minuten. Helaas voor hen een beetje te laat. Omdat zij de eerste helft zeer laks aan de wedstrijd begonnen zijn. Een beetje gebotst zijn op een goede organisatie, waarbij dat wij een goed doelpunt te maken, die in principe niet mag komen. Want er zijn toch wel heel veel grote jongens en sterke, kopbalsterke spelers. Maar misschien is dat een beetje concentratieverlies. Wij moeten voor de rust altijd een tweede doelpunt maken via Diallo, die alleen voor de keeper opduikt. Wij hebben ook twee kansen weggegeven. Een kopbal, maar die ging net niet diep genoeg van de nummer 31. Maar ik kan mij niet laten betrappen om zijn naam uit te spreken. En dan één keer dat Gueye wegloopt in de rug van de centrale verdedigers. Voor de rest waren wij, denk ik, de eerste helft de betere ploeg. De tweede helft zijn wij een beetje aarzelend gestart. En op het moment dat het 2-0 wordt, dan is Charleroi gaan hoger schakelen. Ging het allemaal veel te snel voor ons. Hebben we heel hard moeten knokken. Ben tevreden dat de jongens voor elkaar door het vuur willen gaan. Dat is ook een sterk punt. Maar dan zag je plots spelers van Charleroi op eerste klasseniveau spelen. Dan kan het wel allemaal in één tijd, gaat het snel. En als je dan Kaya, Ederson en zo in de ploeg hebt, dan weet je dat dat kan. Dan valt die goal, omdat die dreiging er altijd is. Omdat we een paar keer net niet die derde goal maken. Dus de tegenpartij kan altijd tegenscoren en dan is het alle hens aan dek. Gelukkig maken we dan nog in de omschakeling een mooi derde doelpunt. Een heel mooi derde doelpunt. We hebben gespeeld voor wat dan we waard waren. Kan het niveau naar omhoog? Ja, ik denk het wel. Moeten we heel hard voor werken. Ook de kleedkamermentaliteit bewaren. Maar het is mooi. 12 op 12, maar we moeten gewoon rustig blijven en doorgaan. Volgende week komt Wetteren. Die misschien in het verleden ons al een paar keer pijn gedaan heeft. En wat we nu ook moeten proberen opzij te zetten. Maar dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Maar al bij al ben ik tevreden over het resultaat natuurlijk. Als je start met 12 op 12, kun je niet zeggen dat je niet tevreden bent. Alleen ons spelniveau moet naar omhoog, moet allemaal wat beter, moet allemaal wat sneller. Willen we dit kunnen aanhouden. Ja. Er was ook heel veel volk vandaag op de Vreetiel. Ja, dat doet deugd voor een trainer. Ja, maar ik denk dat dat voor iedereen deugd doet. Hè. Ik bedoel, het is altijd aangenaam als je kunt spelen in deze omgeving. Hè. Het was een schitterende dag. Ik ben heel blij dat wij alles gegeven hebben. Ik had dat ook aan de jongens gevraagd, jeugddefilé. Fantastisch hoe die kleine mannetjes daar naartoe kijken. Dus dan moet je echt wel bloed, zweet en tranen. We hebben dat vandaag gedaan. We hadden achter 5 minuten al bloed met Didier. Ik denk dat we heel veel zweet gelaten hebben. En op het einde waren er ook wel wat tranen van jongens die dan het verschil kunnen maken. Dat maakt het allemaal zo mooi. Ja. Oké, dat is duidelijk. Dirk Gerard, ik wens je heel veel succes volgende week tegen Wetteren. Ja, Larry, vandaag weer gewoon 12 op 12. Was het een moeilijke wedstrijd?
Ja, toch wel. Het was toch een niveau hoger dan, dan sommige weken. Je voelde dat die mannen van eerste klas kwamen. Een paar veel kwaliteiten in de ploeg. Ik denk, het begin was zeer moeilijk voor ons. Maar vooral met scoren hebben we de match overgenomen en handen genomen. Hoog tempo gespeeld. De tweede helft, denk dat we het laatste half uur er toch een beetje op onze ademen getrapt hadden. En dan hebben we goed te knokken, maar ik denk al bij al een verdiende overwinning. Het laatste half uur op onze adem getrapt, maar was natuurlijk, we komen 2-0 voor en Charleroi moet natuurlijk komen. Ja, klopt. Je begint een beetje defensiever te denken en je vergeet een beetje te voetballen. En dan kom je een beetje onder druk, maar ik denk al bij al hebben we het goed opgevangen. Bij de 2-0 was wel wat protest van Charleroi. Lag een speler van hen geblesseerd op de grond. Wat vond jij ervan? Ik denk die speler deed totaal niet mee aan het spel, of dat hij er nu meegedaan had of niet. De goal was er sowieso gekomen, denk ik. En het is gewoon de regel dat de scheids het spel moet stilleggen. En als iedereen zich aan de regel houdt, dan heeft niemand iets te klagen. Ja, uiteindelijk wordt het nog 3 en is natuurlijk de boeken toe. Ja, klopt. Een verlossende derde treffer. Een enorm deugd. Een enorm mooie goal ook van RV. Dus ja, een mooie avond. En natuurlijk, volgende week spelen we nog eens thuis. Ja, klopt. Tegen ons zwaard beest een beetje wetteren. We hebben er denk ik nog nooit tegen gewonnen. Dus, ja, hopelijk kunnen we dat niet omdraaien.